Ja, dat moet je.
Dat is verschrikkelijk. Ja, dan staat die vrouw Joopie Rekers, maar die werkt toevallig bij mij en die had het Joodse leren daar, die woonde meer. Mooi. De volgende man. Deze komt uit Loaiengeer. Dat mag ik even goed zeggen. Je hebt Loaiengeer, Loaiengeer, maar dit is Loaiengeer. 20 in 100 kilo sfeer en tegen van Pieter Hoekstra. Dat is bloed in de enigheid, jongens, hier aan de andere kant. Pieter Hoekstra. Hoe zeg, hoppatee, hoppatee. Trek zo makkelijk, hè. Condition hinder al, hè. Ja. Iemand is de grote favorietje, jongen. Gingen we vanuit, gingen we vanuit. Maintenance manager is hij dan. Maintenance manager bij een Franse oliemaatschappij. Nou, dat zei de zorg, maar hij liet een stek vallen op de vrachtwagen, ja, want hij stiert daar eigenlijk met fjouwe puntjes. En dat liet net verwachten. Maar hij zat in zijn minst postro, maar dat zei het meer dan. Hij heeft dit postuma. Postro, postuma, postro, postuma. Ik wil het favoriet doen. Maar er komen nog een peer. En draaien uw drills. Die is uniek, ja. Die is nog maar 38 jaar jong. Ja, zeker. We hebben een goede drills gekomen. Ze leren alle. Mooi. Dan ben je nog twee man. Je hebt dat brul, want dan krijg ik stel avond, ja. Twee man, die bouwen post die maar het leven zoer maakt, zie je, jong. Let maar op. En ik begin maar de zwester. Ja, nou, nee. Ik begin met de oosten. Hij wordt, snijden met de 33 hier, dacht ik. Hij is nog een broekje, dus 32 hier, jongen. Post besteld. En ik zou hem elke dag fietsen, die waren niet. En ik zou hem elke dag rennen, die waren niet. Een groot applaus voor Gerry Lagerbeek. Maar Ierman, nou nog Ierman. Sokkenbil, sabreed en hartstikke. De meeste die kan niet erop. Hij is volgens mij 24 kilo zwitter als vorig jaar. En het waren toen 12 treden. Ik weet het niet. Maar hij stijgt maar van Driels. Weer toen 12 treden, hè? Treden weer toen, hè? Dat is het waar. Nou ja, en Daniel Silter, die woonde toen. Dat is nog altijd een maatschap geweest. Dat sinds de heer, hè? Maar in ieder geval, dat wordt die jongen mooi. En absoluut groot favoriet. Als je hard is hoofd. Hij is nog steeds student. Dus hij heeft zo'n tijd om te trainen. Even een grote applaus voor de absolute krullenfavoriet, winnaar van de eerste ronde, Bob Visser! Mooi! Beste mensen, nou hier een applaus voor deze jonge man die het jong Farien Dwang had. Hier een applaus nog even en dan wietsen we zo beginnen. Hey, monsieur, dus even een applaus voor uw helpen. Monsieur, daar staat hij in de voorhand. De rest die zit hier uit de neus te prenten, maar die moet straks nog wel iets meer. Nou, en wel laat zien voor het. Voor het tweede onderdeel, een nieuwe lading voor elk onderdeel. Maar eerst nog even een grote. Het is voor mij tijd, maar ja, ik heb dit al nooit gezien, want het is een absoluut nieuw onderdeel. En het is mij een vraag wat ik al helemaal geleerd heb. Het zal wel. Ik geef wat aan de kant. Let op de visser en hij moet het T-belt zetten. Ja, nu klaar? Nu! Pas, stel het los. Ja, zo, ik wil niet erbij. Ja, dat is mooi. Dit liep er echt heel goed. Maar dat is mooi natuurlijk. Station. Ja, hele kleur voor je. Ja, hele absoluut kleur voor je. Je kent dat een chain, jongen. Vol met gramietergiet. Vol met gramietergiet zet het erop. Ja, maar het is mooi, hè. Ik heb het goed gemeten. 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 Applaus voor Norris Visser, ja zeker! Nog zeer op die prachtige tien jaar achter mij, die doet het zeer wel drogeerd. Zijn ongeveer de tien, zal het zeggen vooral, ja. Dus kijk, zetten die klokken iets over. Het is de officiële stream, maar de officiële tien is 31 treinen zonder. Gorrit Visser, 31 treinen zonder zink. Nou een hak zetten. Kan er nou weer omkomen met de top. De eerste tiertoto van Piet Smit, 27 in het water. Ja, daar binnen. Hij is favoriet, ja Gerry, dat is al hier. Let op hem.
en zien strijd met dat vet. Let op! Pat, ze derde er los en het die erin. Geert heeft hem indruk en leg je er. En leg je er, en je alles wat er in het bovenlichaam perst. Maar het rint net. Het rint net lekker. Heb die Piet Spitsa geweldig uit helpen misschien? 26,81. We zitten nu op 23 seconden en hij moet dan per meter. We pakken er die 10 van Gorre Dikkel de Dies. 31, 33, Sander Dikkel de Bepaalse de Ridder. Applaus voor Gerry Lagerveen. En Geert die bij het scoren wat zit, die is heel snel met de vingers. Want de officiële tijd is 30,91. 30,91. Dus dat betekent dat op de Scherkhoes dan net beginnen. Dan maar rustig hoor, want hij. Ja, dat worst wel graag, dat weet ik wel. Hij won wel graag. Pats, zet volgende de jongen naar de voet. Ja, de beste haal. Ja, best. Hij best onhaalt, Jurus. Ja, zeker. Een lange haal snel thuis, want dit is een kraap zelf. Weet je wel, het zoutlengte. Wat er hem uitstrekt, dan is hem heel lang. Jurus, geen machine. Ja, dat is best, hè. 17 seconden en hij is al over de helft. En dan moet er vol horen. Dan moet er vol horen. Sjurres, die komt er al 1, 2, 12. Wordt er helemaal. Pats, ja! Geweldig. Geweldig het is. Maar even Sjurres officiële. En jawel, de snelste tijd op dood over Sjurres Dordinger. 24, 24. Dus 24 seconden en 24 honderdste. Dat is geweldig. Hij is 2 seconden sneller dan Piet Smit. En die weer snel. Maar hij is nu 6 seconden sneller dan Gorrit Visser. Wat betekent dit voor het klopt? Ik vraag waarom, maar het feit is er wel op Piet. Want het is verschrikkelijk sterk in die herders. En we zullen hetzelfde keer als wat die kikken. Dat is nogal aanleidingstekens. Sjurres Dordinger krijgt zeven. Dat is natuurlijk de vraag. Ken hij die 24.24 hebben? Ja. Oh, daar. Denk je er? Sjurres, dat is het beste halen die is. Sjurres, dit is het. Ja. Hij moet een beetje in het dansen doen, natuurlijk. Sterke jongen deze. Hij kan alles bijwerken, achter hemzelf. Ik zie naar Mion, ik zie naar Geert en ik zie naar 14 seconden nog maar erbij. En op de helft, dit kan weer een sterke team worden. Dit kan een sterke team worden, altijd vooral. 20 seconden nog maar. Sjurres, denk je er? Hij komt dicht heel snel dichterbij. Pats, de Ridder. Ja, applaus ik voor Piet Hoekstra. Marcel Blanco.
Smit, vierde Gary Larepins en zesde Gorrit Visser. Dus het hele klassement hier door de kop. Maar we krijgen dat drie kanjes. Denk er goed om. En de volgende die eerst krijgt is Marcel Blanke. Het is weer een blessure hand, maar is heel goed betracht. Maar een blessure hand, maar helemaal. En dan ging het boerenberg. We zitten ongeveer op de helft. We zitten op om en bij de 40 seconden, dacht ik nou, piefje. We kennen hoe het niet, waar hij stil te zien is verlaat door de heer van de Zonde. En dan krijgen we een paar en dat is ons Maand van de fietsje en de stilte die van de zomerlijke. Nog mama. Als eerste nog de grote posten af en dan de derde Joostman. Jouw punt bevraag houden. Maar nou, nou moet het dichterbij komen. Maar dan wel eerst nog. Even naar je door. Maar Sherry moet dat allemaal kennen. Hij is langer dan.
En wat doet het volgende? Vier en Luis Verkeers in een grapje de eerste keer. Piet Smit, Danny Bieltsma, Hans Hazenberg. Zeg even erop. Je nooit dus nooit draaien met de kazalige naar vier beurten om tot het maximum te komen. En dan blijft van Piet Smit toch de kermis op een fjouwer een hele meter op het ogenblik. Of net Piet? 4,5. Danny Bieltsma. Oh, die hebben er al. Die vol viewer, Hans Hazenberg. Er zijn alle jongens, dat is er. Dus ik ben ook een vol viewer die wil me graag los. Marco Postima. Die Hans jongen, dat is een woesteling. Die hoort me altijd wat in te hennen. Maar Marco Postima, ik heb het erop. Marcel Blanke, Gary Lareveen en Gorrit Visser. En dan hebben we er alle drie in gerand. Zo dat shirt er nog net vooruit. Die ben goed, Balken. Dat scheelt nog. Marcelo Blanke beheerst dit mooie. Heel rustig nog. Zie je wat een voorbeeld zien, zeker die zou je regulair hebben zitten. Gary Lareveen. Oh, die is favoriet. Ja, Gary is de Rut favoriet. Ja, ja. Dus. Gorrit Visser. En die weet het nou natuurlijk, hij heeft een herkans, jongen, dat hij weet dat de jongens wel een kleur op hem binnen over zelf, hè. Die hoef je net te stimuleren, maar dat maakt het een streepje, jongen. En Gorrit Visser, die kent het heel goed. We gaan het trein met het zien. Ja, best graag. Stier voor ons nu. Sjerk Doting en al op deze trein met de vlijnen. Zij pakken een extra beurtje voor je, want de bloem is erbij. Ja, zonder problemen nog. 3,30 meter, Piet Hoekstra. Sjerk Doordinger, 3,30 meter. En houdt dan op. En de oren die zitten me allemaal wat in eigen te zien. Maar in ieder geval, Sjerk Doordinger. 3,30 meter voor hem in zijn trainerbeurt. Hij is af drie beurten. Sjerk het krijgt poelbeste steen natuurlijk bij het pellet lopen. Gouden punten. Ja, zonder problemen weer. Ja, Justa, mag je daar mijn beste applaus komen, ja. Piet Hoekstra, 3,40. Piet Hoekstra. Piet Hoekstra. Hij is oer geconcentreerd. Piet Hoekstra. 3,40 meter. Pogel zeggen, ho. Wat woest dan? 43, dan moet er eerst nog omheen. 43. Even rustig. Piet die doet hem al, die gooit hem belangen. Dan heb ik even tijd om hem te schreeuwen. Kerk ik nog, 43, doe ik. Hier vrouwen de heren. Ja, Piet die pakt die eerste de 43, krijgen we Sjerk Doting al tegen 43. Net hier vrouwen de heren. Hey, ze zitten nog heel rustig. Het is hier al een keer mee om het en Sjerk komt nu in zijn vierde beurt, en dat vat beurt je nooit. Ja, zonder problemen, ja. We beginnen 3,50 meter. Maar het geweld is er dan echt. Ja, Piet Hoekstra, zonder problemen, prima. Sjerk Doting nu in zijn vijfde beurt. En hij zal ongetwijfeld te zien van de eerste nauw vallen straks, maar dat doet er bewust, denk ik. Hij heeft een beetje hekel om het onderdeel. Dat is de Sjerk. Oh, rustig man. Ja, het is 24 kilo, Sjerk, doe rustig man, joh. En dat valt net mooi, hè? Vooral strijken hier moest net. Ja, zo mooi met Jere. Ja, de elk onderdeel winnaars zijn verleden. Ze hebben elkaar zo goed naar het opgezien, hè. Hoest hem net de kop niet, hè. Bouwen kostuum. Nee, Marcel Blank. Nee, Gerry Lagerveen. Gorrit Visser. Nee, ja, tjot, hè. Het spul is begonnen, hè. Ze verrekken van ons eerst in die tweede beurten in. Want ze denken, ja, we straks op de boven, ben ik in beurt kwijt. Drie man op die 3,60 meter. Piet Hoekstra als eerste, dan Piet Smit. En als laatste Danny Bieltsma. Piet Hoekstra komt nu in zijn vijfde beurt. Dus die ken je nooit en dat zal ik als hij maximum hebben. Hij kan misschien om het draaien tijd, misschien wel de 4 meter, heli. Geconcentreerd en ik ieder. Krek net, krek de verkeerde kant.
De Gieter weg. Tweede beurt. En hij krijgt nog één beurt. Dus rustig concentreren, Piet. Jongens, tien genoeg. Even rustig. Kijk, wat zit het ding? Het er verkeering? Ik zal even naar Johannes de Wit. Het er wat verkeering? Het er wat verkeering of nee? Wie is dat zo? Nee, wat zit er voor als ding rond? Ik kwam met Mosa, die Paul Kullen. Gooi ze vaak over het heen. Nou, zeg maar. Krijg applaus voor Piet Hoekstra. Hij valt dus klaar al. Maar ja. Krek, net. Het zal net volle skillen, want daar is die letter direct. En die scheidsrechter. 2-3 centimeter, zei dat. Pats, ja, kunnen we weer hebben. Prima. En Danny Wiels vanaf op deze 3,60 meter. Wat dacht ik, hè? Die had, ja, sorry, die had ik goed power, hè? Mooi, we beginnen 3 meter zandig. Even zien. Piet Smit. Ja. Danny Bieltsma. Ja. Hans Hazenberg. Nee, sorry. Bouke Postema. Nee. Marcel Blank. Nee. Gerry Lareveen. Nee. En Gorat Visser. Nee. Nou, wat is het mooi? Ja, zeker. Hoppatee, hoppata. Net zo makkelijk hoor. En Danny Bieltsma. Piet heeft nou 4 beurten op. Die heeft nog 2 beurten. En dit is Danny Bieltsma. Die heeft Jericho Meester. Ja. Maar dat is... Ze moet net boven de 4 meter gooien. Dat is er niks aan. Piet! Kom op! Denk iedereen een keer. Let op Piet Smit. Kom eens gewend te bezeren, het moet ook gebeuren, maar. Oh, applaus voor Piet Smit. Hij bloedt op trein met de Sondersteen, Danny Bieltsma. Zit wel kracht in, hè? Ja, zonder problemen nog. Zonder problemen nog op 83. Hans Hazenberg. Ja, 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 ja. En de laken is even, jongen, dat vindt er mooi. Ook een post, maar. Zonder problemen, ik heb één verzekering, maar we beginnen 3,80 meter. Danny in de laatste rug, niet op 4 meter proberen. Nee. 3,90 is Danny. Zijn laatste rug. Dan leidt hij al, maar we kunnen verzekeren met de sterke beginnen. Hoi! Ja, applaus voor Danny Bieltsma, die is zijn laatste rug. Denk ik op dit man, Marcelo Blanca, ja. Goed schetens. Ik dacht ontzettend jong, maar ook oud kent mansje hoor. Het is weer blesseerd geweest, maar let op. Het had voorzien zeker geleerd. Pats, krijgt ze makkelijk weer omheen. En ook Gerry Lageveen op die 4 meter. Hans Hazenberg. Nee, sir. Bouke Postema. Marcel Blank. Gerry Lageveen. Gorat Visser. Hij toont het al. Gorat Visser. Hij begon op 3 meter. En hij zit nu dus op 4 meter te zien. En nog steeds net. Hoogspel, hoogspel. Iemand op deze 4 meter te zien. En dat is Bouke Postema. Jan, we dat zien van Pauke Postema, die eerder op deze herten.
Conditionele beurt. Die beurt beginnen nog straks al een mooie te spelen, maar dat zien we direct wel. Gorrit Visser krijgt even, even advies van Cor Snor ook naar me toe, de sterkste paken van Nederland, zeggen ze wel eens. Die adviseert hem wat. Boef! Geen probleem voor de bouwkepost. 400 meter 20. Hans Hazenberg. Vooruit zijn aan. Bouwkepost maar. Nee. Marcelo Blanke. Gary Lagerveen. Gorrit Visser. Ja, daar komt het. 400 meter 20 meter. 400 man. Hans Hazenberg. Marcelo Blanke. Gary Lagerveen en Gorrit Visser. Van de post heeft de leiding nou eigenlijk, zou ik even zeggen. Die had jou het zien gegooid en hij de oren net in. Dus die heeft eigenlijk de leiding. Maar er is Hans Hagen. Nee! Hij schudt een kop en dan valt het zien. Hij gooit hem zo van op. Dan ging ik zitten hier en dan in het net. En daar was niet de scheidsrechter. En nou niet de kracht wordt. Hij moet hem concentreren. Maar dat liegt niks. Eén keer, twee keer, maar dan is die kracht goed. Hè? En dan wordt het erin. En nou wordt het. Nee, zegt de scheidsrechter. Hij heeft het net. Applaus voor Hans Hazenberg. Hij pakt hem hartstikke het stukje, maar krijgt net. En dat is het spul. Maar hij heeft veel meer steen. En dan wordt het erin. Zoer het stutje, zoer er zijn onderuit. Dit is Marcelo Blanken, die kan als eerste die 24 pakken. Ja, zonder probleem, zonder probleem. En het spelletje door, Gary Lagerveen. Ben je al? Ja, krijg net. Ik doe nog eens een kwade poging. Krijg net. Centimeter het zien, dacht ik. Nou, ook even uit de zon van, dat er net zo vol op aan het doen. Denk niet, Gary. Fjouwer mannen in de street. Beginnen Fjouwer meter 30. Het is een schoon, jongen, een schoon knikje, man. Drie mannen in de street, denk ik. Ja. Gorrit Visser. Gary Lagerveen, helaas, helaas, eruit. Gemiddeld te zingen, dus. Als eerste bouwkepostje op deze eerste. Nou moet het gebeuren. Pats, daarin. Ja, zonder problemen, heel keurig. Hij moet net stikken. Hij moet net stikken. En nou Marcelo Blanke. Dat koos toch Harry de Witte en die vent die ken ik bij mannen tussen jou waar het hij nooit is, jongen. Dat zullen we nog. Ja, hij tikt hem in correcte mooi op de bouwkeding. En gaat het vist. Denk je dan. Dus ik even in de heer gezegd dat er iemand bij is die zou het van ik weet nog 10 meter, 10 centimeter lezen of net. 400 meter 40 weer. Alle treinen pakken ze. Denk je dat? Nee. Een correcte tipje, een schudder, dat stutje, dat draait dan nog even. En hier keer heeft hij gelokt eruit. Ja, Pats, hij heeft hem weg. Hij heeft hem weg. Het spel wil heel spelen, maar hij heeft hem.
Bouke Postuma komt dus in zijn laatste beurt. Marcelo Blanke aan de slag op komt er in zijn laatste beurt. Paulje Wilstra, Brouwer. Nee, Zelders Bouke, Krekne. Nee, krijg je het voor je, sure. En nou de laatste poging. Het is een meter. 30 meter.
En dan langs worden die leeg. En hier wordt de 40 meter. 40 meter, 40 groot, maar kijk. Hij kan die 40 meter, hij is een schuldig dag, hij is een schuldig dag. En hier wordt de 40 meter, en dan hier erop. Ja, dit is een bittertje, hè, dit is een bittertje. Zet eens. Het kind is van aard, dan hij hier erop. Oer de 40 meter. 44 zal er nou ongeveer zitten. En hier wordt de 50 meter. Over de bij de 50 meter, die hebben er nou al, en hij zet erop. Hier op zich op de voersmeester. 50 meter en 35 meter, dat zou bedankt zijn, dat zie je maar. Oh, 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 maar hij is stiekem erop. Stiekem, hier wil hij zeggen. Hij is erop, 50. 58 meter. Oh, een applaus en schilling over. Fantastisch. 50 meter. Maar nou, hij zal het in die mens zonder heel wat immer worden. Hij, 10 meter, onderwijs 10 meter. Jezus voor mij is 20 meter. Of ken er 100 meter al deze? Wie zal het? Hij kent zo het hoor. 20 meter stil. Hij kent zo het hoor. 140 kilo in de RMS en is op 30 meter ongeveer. 30, hij ging Jezus mij op 40 meter. Jezus mij op 40 meter. Hij is nu op 40 meter. 40 meter, hij gaat onder de 50 meter. Hij is nu onder bij de 50 meter. Het ging net van harte mee. 50 meter, en wat kan er nou winnen? Wat kan er nou tegelijk doen? Hij is op de 50. Hij is klaar 50, 53. Komt er een schilling door hier? Er staat vijf een schilling door hier rollen. We zullen het niet. 50 meter plus, hij staat vijf een schilling door hier zitten. En wat kost dit punt? Het kost het 8 punt, 3, 4, 4, 6, 7. Dus we direct de bal op het kortje van de volgende. 50 punt. Zo is het 50 meter exact. Zo is het 50 meter exact. Pas, daar is het los. En zijn er ook 2 in de man. Je hebt 1 kant. 10 meter. Een ronde koppeling van 20 meter. Ah, dat zit er goed in. En blazen, Peter, en blazen. 20 meter. Hij zit kerkloor om die jongen heen en dan wordt er wat chill. Omheen. Van dit remmen, nou die krijgen de pressie op 20 meter. Waarom is de volgende op 40 meter? Je hebt 5 meter op 40 meter. 40 meter, en allemaal te veel. Allemaal te veel, allemaal te veel. Hij gaat op de 40 meter en dan komt hij in de buurt van Sjerk. Door te gaan en wat op pisten zijn missie. 40 meter is het nou. En allemaal te leren ervoor. Tja, dat is ook een hoek, dat wordt hetzelfde doen. Ja, dit is dan. Avans, waar de pingel staat. 50 meter en er komt ietsje bij. Maar er nog blijven. Handhaarder is het zijnde Adderwol. Adderwol erin met een man die wil proppen en rond je erin. Dat zou ik mij, maar hij wil het weer maatje. Ken hij? In dit jong maatje 103 meter jongen te rijden. Ik weet het net, hij wil zacht nog doen. Hij wil nou Adderwol. Hij wil wat verrijden. Nou dat mij, dat maar. Denk je dat? Let op, en let op de jongeren mee. Dus ze zeggen, hij rijdt al even voor het vreden. Het gaat helemaal een goede zorg over, maar helemaal. Grote meter liggen. En hij komt de haren door. En dan steekt Jan jongen, Jan de koele. 30 meter en nee, de ronde, alle ronde voor iedereen op 40 meter. 40 meter, we hebben nu nou te maken, maar iedereen op de 50 meter. Ja, de 50 meter dan een lager dan wat je wil. 60 meter brengt hem in. Oh, oh, de eerste naar de 60 meter brengt hem in. Oh, hij moet in een rustziekje 60 meter. Hij moet in een rustziekje. Hij gaat naar de 60 meter. Maar dat is van geen 100, al lang geen 100. 60 meter, hij gaat naar de 80. Ik weet het net. Ik weet het net, hij gaat naar de 80. Hij komt al best een grote vis in nou in. Oh, hij zegt, hij gaat naar de 80 meter. Jongeren Sander meter van Jongeren. Wat is die op dit zuur onderdeel? De stadje. Eerst zijn we.
Ik ga een video van. Dit is natuurlijk een grote vraag hoe iedereen kent. 20 meter, ik heb het nog nooit zo. Tenminste, net als het onderdeel. Maar dit komt wel eens heel veel. 20 meter. En dan begin je 150 kilo in het meter. Mijn moeder kan rond de midden, maar dat zal wel heel veel zijn. Applaus voor Danny. En deze ronde zal brengen op 40 meter. En dan komt er die gevaarlijke ronde, die 60 meter ronde. Dat is het, 40 meter. Goed zitten, hij rent wel goed. En dat betekent dat er tussen 49 meter of hier voorbij de 60 meter ronde tussen Karel Visser en Mauro Vastermijn. En ronde die 60, goed het net. Hij rent dan heel rustig op 10. Hij ging dan die 60 meter in, dat is een half. En dan die de hele staande hoor dat ik van ik word rustig 60 meter in de hier, dan ben ik ook een 100 meter. Applaus naar Marcel Blanke, 60 meter in de liedje. Maar nou komt er weer 38 jaar jong Piet Smit, let op hem. Oh jongen, jongen. Die ken ik alleen maar niet toe. En 10 keer om tot erop kent, denk je dat? Weet je wie er is? Piet Smit die beheerst het onderdeel gewoon. Hij heeft net een fout, maar 20 meter in de lager dan. Gewoon schild in de heel mooi ding ervoor. Het is zo fantastisch dat hij het warme plakje nog voor de pakje in het onderdeel. 30 meter in de voor. Maar dit was met alle die meteen weer doen, dat scheelt al. Hij denkt hem op 40 meter. 0,40 meter. Ja, dat is niet. Dan komt hij in die belangrijke ronde in die 60 meter ronde. 30 meter hebben. Ik ken de noot erop. Hier op de ronde is 60 meter. En hier op die 50 meter. En hier op die 60 meter. En dan begint het raar om ons vader om hier erop. En hier op die 60 meter. Ik ken de noot van die lange mee aan het vallen. 60, ja, we moeten het zeggen. Want hier heb je lange mee. 74, 10, dit is allemaal. Het is zo'n puntje. En hier op de 60 meter. Ben er nog. En hier op de 60 meter. Ja, zeker dat mij in ieder geval een heet pakken. En hier op de Hans Hardenberg, dat is een beetje. Bij Bosje de Punt nemen we op de Salle Emmerland. Maar we gaan eerst de verkiezing van de elfste van het jaar. En wie die net wie de. Ik weet het al. Elke 2 jaar hebben wij de verkiezing, drielste van het jaar. Dat is het hier de 2e keer. De eerste keer, dat weet je maar weer, toen is Lange Koster achter mij en de corrupte organisator Joewer is Drielse van het Dieren. Nou, ik denk dat iedereen dat een heel tevreden gevoel heeft. Maar er komt op een gegeven moment weer een nieuwe verkiezing. En nou ja, dan ging je als commissie bestaande uit een onderzoek en dat soort dingen. Nou, ik denk hier maar de maatje, want dat weer. Dat weet ik wel, dat ben het boordenaam. Hij nam een heel week afscheid uit bestuurder van het scheepvaartmuseum. Dat weer het laatste probleem wat het zin kwam om hier te krijgen. Ik kon er net langer flauw van, want ja, dan wel een beetje. Het Drielse van het dier is Wurm. En ik denk wel dat ik dat even maar een gul applaus beneden kan. De heer Frits Bosma. Maar we moeten jullie graag aan de lokwensen maar even ondersteunen. En ik bedank voor de burgemeester die ook ingaat. Want daar is het eigenlijk een belening voor. En dit is dan de plaquette die erbij is. En Lambert die heeft als goede organisator van dit geheel een bosje bloem. Maar dat brengt er zelf uit bij een vrouw.
sportsbelang. Ik vind het bijzonder mooi dat Fritsie Mem je jong is. De vrouw die zit hier eigenlijk al 4 kwartier. En het is een hels lawaai, een hels kabaal. Maar ze heeft het opgelost om hier jong te wijden. Want ze zei, dit evenement op mijn zomer, priester van Dierwet, wil ik dit missen. En dan wil ik aan vrouw Bosma, ik even een bosje bloemen aanbieden. Want die vrouw heeft er zo lang zitten dat ik kom wel even bij je. En je moet even van de stoel. Zowel voor de deelnemers als voor de scheidsrechters. Geen goede timmer, maar je moet aan het verspreken, dat is altijd goed. Sjerk Doordring als eerste, gereed waren Gorrit Visser. En wat zak je nou? En derde de los. Dat is jullie ongeveer de tijd, maar in, dat zit ik je al. Maar die wordt klaar. Ze moeten voortjes in de laten en dan moet het achterwerk zinnen plein komen doen. En dan moet ze het vet horizontaal horen. Dat is eigenlijk alles. Je komt in de plein komen en het vet horizontaal, maar het valt net maar een 12 kilo op mijn gesprekken hier eens vooruit te horen. Oh, 18? Oh, die wordt 18, wist ik niet. Dat ook. Oh, applaus voor Sjerk Doordringa, helaas, helaas. 24, 32, 32. Hij is op de hele minuut. Daar is hem. Komt je hebben het twee keer en dat waren het 34, 34, 34. Maar wat is het wel? Het is slecht. Het is Eddie Bielsma. En hij zal er wel een graag bekend erbij hebben. Die zijn chut bij verschillende niet hier op de pol staan door van naar beneden. Sjerk Doordringa hier direct op zijn, het is hier van die bedder onderdelen. Die blind ik wel, alleen dat Gorrit Visser is nou voorbij stussen. 24, hij zit nu echt om en bij de hele minuut, jij die denk je. Zon van de 8, van de dit spanker, dit spanker. Hij giet het rot, hij giet het rot, hij rot. Stop! Fjorden is een rotje. Die schiet ik als een rot. Maar 18 kilo valt absoluut net mooi. Pietje is gewoon zet een ander deel. Okay. 24 seconden zit er nou zo ongeveer. En de stief vallen we nog steeds. En dan hoop ik dat. 32, 32, pas, en dit is 34, 42, verkeerd, maar dit is het 34.
34,88 wil ik zelf. 34,88. Zal ik hem niet zien. Van ongetwijfeld. Ik ben heel blij met het. Ik weet niet waar de hand staat. Ja. Nu! Ben ik los. Maar dat zou je net zo vallen. Wie boven de heer op nu komt, die komt in de buurt. Dat is de beste titel op Malta. En derde de las. En neem het in de gedachte. 36, 54, 34, 88 en 34, 34, wat zit er verschrikkelijk dicht bij me voor. En wat doet Hans Hazenberg? Komt er nog in die dichter bij die kant? Piet Hoestra. Komt Hans Hazenberg? Die kennen we niet van vragen. Dan heb ik dit ook in de zak gehouden. Dan zie je dat teugel. En dat is een handzaak bij Jochen de Twijter. Nou wat denk ik. Jochen de Twijter, zo'n vliegtuig. Oei. Dit is het laatste onderdeel hier door. Dat ziet die woestig. Dan vind ik een dat ziet dat als hij mooi voor weer. Keur. Keurig, absoluut. Wat een volhouden, 28 kilo. Hij zal zo op 10 versierig gerecht, dat denk ik. We trainen al een soort van, maar die vier bij de vader die er bij komt er in de buurt. Hij komt er in de buurt. Vader is in de schoppen van de vier. Dan weet hij, als je dan haast op 10 hebt gezocht, hè. Ik denk dat hij toch niet zal. Hij schoppen op 7 jaar in de buurt. Thank you.
Maar ik wil hem! Maar dit is zo, dat is ongeveer. Ze kregen makkelijk
Ja, een man, 12 uur voor de hele schaarsperre, die schaffen rekken bij zien erin. En die mensen gaan we straks maar. Ja, wat die eerst staat, dat doen wij. We doen het een keer onder. Een rol was met Danny Koetsma. Een rol was met Piet Hoestra.
Op het vierde plek, het zal ook niet te zeer vallen. Bliksem met internet hoort het niet thuis. Waar is die er dan? Een grote was een zwarte bedrijfmeld. Jullie waren er een. Ja! Nog een beetje. Hoi. Waha. Heel erg mee, hè? Bedankt, Lambert, jongen. Dat vonden we leuk.